Hi allemaal, vandaag heb ik weer een unboxing voor jullie. Ik kreeg namelijk net deze doos binnen. Hij is heel groot en heel zwaar. Van Lush. En tenminste, daar ga ik van uit. Er staat Under the Mistletoe op en ik ruik Lush, dus het kan haast niet missen. Het is een greep uit de kerstcollectie van Lush, wat er in deze doos zit. En deze doos kun je ook gewoon zelf bestellen. Hij zit bomvol met Lush producten. Ik geloof dat hij iets van 120 of 130 euro is. Best wel prijzig dus, maar wel een heel gaaf cadeau om te krijgen. En ik ga hem vandaag met jullie unboxen. Ik vind dit altijd zo'n leuk moment, het strikje losmaken. Ik heb de doos hier voor me op een krukje gezet en het kaartje eraf gehaald. Hier staat namelijk op welke producten dat er allemaal in zitten. En mocht je hem zelf willen kopen, dan kun je hier ook nog leuk opschrijven voor wie het is en van wie het is. En, ik haal nu even de deksel eraf en wow, er zit echt heel veel in. Ik ga hem toch even proberen op te delen zonder dat alles uitvalt. Althans, dat hoop ik. Er zit heel veel van, van die foam dingetjes ter bescherming terug in. En dan zitten er heel veel vakjes. Ik denk 9 vakjes met in ieder vakje een product, denk ik. Of misschien wel meerdere producten. Ik ga ze gewoon even 1 voor 1 allemaal af. Als eerste haal ik hier een flesje uit. Er zitten tabletjes in. Het heet Oral Pleasure. En dit is dus een soort tapasta, maar dan in tabletvorm. Dus je koudt erop en dan kun je daarmee je tanden poetsen. Het zou een beetje naar passievrucht moeten smaken, als ik het goed begrijp. En ik ga het zeker eens proberen. Dan heb ik hier een witte bruisbal. Deze heet So White Bath Bomb. Het is net een sneeuwbal als ik het zo zie. Hij ruikt eigenlijk heel erg fris naar... ik ruik van die groene appeltjes, weet je wel, van die Granny Smith-achtige appeltjes. En ik spiek even op het briefje, er zou ook nog bergamo en roos in moeten zitten. Maar ik vind het vooral heel erg fris ruiken. En die groene appeltjes had ik inderdaad goed qua geur. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Hij ziet er misschien op het in eerste instantie een beetje saai uit, zo wit. Maar hij ruikt in ieder geval wel heel erg lekker en ik ben er heel benieuwd naar. Jee, ik haal er een shower jelly uit. Ik ben gek op de shower jellies. Dit is Santa's Belly. Die ruikt ook al best wel fris. En even kijken. Ja, ook weer dat apple juice zit erin en rode wijn. Vandaar waarschijnlijk ook die rode kleur. Oh, ik hou van die shower jellies. Ik vind deze ook echt heel erg leuk. Er zitten van die hele kleine sterretjes in. Of zijn het... klokjes? Nee, volgens mij zijn het sterretjes. Heel erg leuk. Als je nog nooit een Lush Shower Jelly hebt geprobeerd, zeker doen. Je kunt ze gewoon onder de kraan houden en dan komt er schuim van af. Wat je ook kunt doen, en dat is wat ik meestal doe, is een klein stukje afbreken en dat in een spons doen. Of in zo'n scrunchy spons, ik weet niet echt hoe dat heet. En dat onder de kraan een beetje masseren, dan krijg je ook heel veel schuim. Dit is heel erg leuk, vind ik. Dit zijn bubble bars. 5 stuks aan een touwtje. En ze heet 5 Gold Rings. Nou, dat klopt al qua naam. Ik vind het heel erg handig dat je deze gewoon niet af hoeft te breken of zo. Maar dat je gewoon eentje ervan af kan halen. In bad kan doen. Zorgt waarschijnlijk voor mega veel bubbels. En dat is gewoon heel erg handig. En hij ruikt... nou, vrij neutraal eigenlijk. Ik ruik wel iets van vanille. En wat zit er nog meer in? Moringa olie. Ja, op zich vrij neutraal, maar wel lekker. En het leukste is natuurlijk dat je er mega veel bubbels van krijgt. Ah ja, deze ken ik nog. Dit is een oude bekende. Deze heet volgens mij de Comforter. Ja, de Comforter Bubble Bar. Heel groot. Even mijn hand ter vergelijking. Hij is ongeveer bijna net zo groot als mijn hand hier. Kun je zeker meerdere keren van doen. Moet je wel eens even afbreken. En oh, deze ruikt echt zo lekker. Die is echt heerlijk fruitig. En ik ruik allerlei soorten rood fruit en bessen. En, oh, deze vind ik echt super lekker. Dan nog een hele bekende Snow Fairy. De shower gel. Ja, dit is gewoon een meer zoete shower gel. Hij is enorm populair. Hij komt ook ieder jaar weer terug met de kerst. En... ja, ik hou er wel van en ik vind het stiekem niet eens heel erg dat die alleen met de kerst verkrijgbaar is, want het maakt het wel iets exclusiefs. En
Ik denk dat ik de geur op zich ook wel beu zou raken als ik hem het hele jaar door zou gebruiken. Maar zo voor even en dan zo'n klein flesje, dat vind ik eigenlijk precies goed. Dan een zeepje. Dit is Reindeer Rock Soap. Zwart met een witte rendiertje erop. Hij zou hetzelfde moeten ruiken als de Comforter, dus die bubbelbar die ik net liet zien. Maar ik vind hem iets kruidiger deze. Ik vind de Comforter op zich, die bubbelbar vind ik een stuk lekkerder, maar deze is zeker niet verkeerd. Dan heb ik hier nog een shower gel, Rose Jam. Rose Jam is ook een bekende shower gel van Lush. Volgens mij ook alleen tijdens de kerst verkrijgbaar. En normaal ben ik niet zo'n roze fan, maar deze die kan ik wel waarderen. Ook waarschijnlijk omdat er een hint van vanille in zit. En vanille, daar ben ik echt gek op. Oh, de camera viel even uit, dus ik moest even opnieuw op het knopje drukken. Ik hoop dat ik nu nog scherp in beeld zit. En zo niet, dan luister je alleen maar of zo. Goed, ik ga verder. Wat ik nou uit de deus haal is Santa's Lip Scrub. Ik hou van de Lush Lip Scrubs, omdat je ze gewoon op kan eten. En ze zijn echt... ja, super lekker. Deze is waarschijnlijk ook weer heel zoet. Volgens mij een beetje naar cola of zo smaakt die. Ja. Ja, nu ik hem weer ruik ook herken ik hem. Want ik heb hem vorig jaar ook gehad. Ja, deze is gewoon onwijs leuk. Er zitten kleine hartjes in. En verder is het gewoon een suikerscrub voor je lippen. Dus je brengt het aan op je lippen. En gaat er even met je vinger overheen. En dan zijn je lippen echt super zacht. En je kan het weer eraf likken. Want het is gewoon gemaakt van suiker. Oh, dit vind ik leuk. Dit is een flamingo. Ik ben echt gek op flamingo's. Ik vind ze zo leuk en roze. En dit is waarschijnlijk ook een bubbelbar. Ja, Pink Flamingo Reusable Bubbelbar heet die ook. Deze haal je dus door het badwater heen en het zorgt voor bubbels. En je kunt hem meerdere keren gebruiken. Je legt hem dan gewoon even op een rekje ergens of zo te drogen weer. En dan kun je hem de volgende keer weer gebruiken. Heel erg leuk deze. Misschien niet zo kerstig, maar... toch wel heel erg leuk. Dan heb ik hier een massage bar. Dit is Tender is the Night. Heet die. Deze ruikt naar, even spieken, jasmijn en ylang ylang. Ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Maar in ieder geval, hij ruikt lekker moet ik zeggen. Ik heb nog van vorig jaar zo'n massage bar liggen. Dezelfde. En die is nog steeds niet op. Omdat ik hem niet zo vaak gebruik moet ik zeggen. Maar ook omdat je er gewoon onwijs lang... mee doet. Massagebars van Lush zijn gewoon echt heel makkelijk in gebruik. Je warmt het tussen je handen, verwarm je de massagebar en dan wordt het een soort van olie waarmee je dus jezelf of iemand anders kunt masseren. Nog een product met de geur van de Comforter, namelijk een shower cream. Niet een shower gel, maar echt een cream. Hij is een stuk romiger dan een shower gel. En er zitten hele kleine glittertjes, zilveren glittertjes in zo te zien. Ik hoop niet dat die achterblijven op de huid, want daar ben ik nooit zo'n fan van. Even ruiken. Oh ja, deze ruikt wel weer zo heel erg zoet en fruitig naar een rood fruit. Cassis, echt een cassisgeur, dat is het inderdaad. Ik zie het nou staan op de verpakking, het ruikt naar cassis. Echt heel erg lekker en hij ruikt zoals de Bubble Bar. Niet zoals het zeepje, want zoals ik al net eerder zei, vond ik het zeepje iets kruidiger. Maar deze is wel heel erg lekker. Ga hem zeker eens ruiken als je van de geur van cassis houdt. Dan is de Comforter echt een aanrader. Ik heb hier een badbom en hij heet Luxury Lush Pud. Hij ziet er in ieder geval heel erg kleurrijk uit. Hij ruikt een beetje naar lavendel ofzo. Ik kan het niet echt thuis brengen. Maar hij ziet er echt super leuk uit. En hier zit nog... hoe heet dat? Ik ben echt slecht met naam in dit filmpje. Hulst, dat zocht ik. Een hulst takje zeg maar zit erin verwerkt. Ik hoop dat je het een beetje kan zien op de camera. Heel erg leuk. En hij kruimelt een beetje. Dan heb ik hier een kleine verpakking van een body conditioner. Rose Argan Body Conditioner heet die, ja. En er zit waarschijnlijk iets van argan oil in dan aan de naam te zien. En ja, het ruikt ook weer inderdaad een beetje naar rozen. Deze roosgeur vind ik dan weer wat minder dan bijvoorbeeld Rose Jam Shower Gel. Dit is niet echt mijn product. Ik ben sowieso niet echt van de body conditioners of zo.
Nee, dit is niet aan mij besteed, maar ongetwijfeld zijn er mensen die het wel heel erg lekker vinden en die het dus wel gebruiken. Deze Bubble Bar, die ken ik ook, die heb ik vorig jaar ook gebruikt. Als ik me niet vergis, rook die naar Snow Fairy. Ja, dit is inderdaad Snow Fairy, niet te missen. Dus als je van Snow Fairy de shower gel houdt, dan moet je zeker ook eventjes deze Bubble Bar proberen. Hij heet Candy Mountain. En dan ben ik alweer bij het laatste vakje aangekomen van de doos. En daarin zit deze grote bathbom. Hij heet Sexbom. En er zit een roosje hier zo. En hij ruikt waarschijnlijk ook naar rozen, denk ik dan. Yep. En ja, hij ruikt heel, best wel sensueel. Best wel een sensuele geur. En ik associeer hem ook niet gelijk met kerst of zo. Maar ik vind hem wel lekker. Ik ben heel benieuwd hoe dat hij eruit ziet in het badwater. En dat was alweer mijn unboxing van de Lush Under the Mistletoe kerstbox. Lush heeft nog meer kerstproducten, geloof het toch niet. Dit waren er al een hele hoop, maar er zijn er nog meer. Dit is slechts een greep uit de kerstcollectie. Er zijn ook meerdere gift sets trouwens. Dit is een voorbeeld, maar je hebt ook kleinere gift sets die bijvoorbeeld iets goedkoper zijn. En die zijn echt onwijs leuk om te geven met de kerst of met Sinterklaas aan iemand die je lief hebt. En ja, ik ben onwijs blij met alle producten. Dus dankjewel Lush voor het toesturen. En ik ga zeker een hoop proberen. En ook een aantal dingetjes bewaren voor later. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om te zien. Geef een duimpje omhoog als dat zo is. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. Bedankt dat jullie de vorige keer zo massaal geabonneerd zijn. Daardoor heb ik de 1000 abonnees gehaald. Ik zit er inmiddels al overheen. Dankjewel daarvoor. Dus ik zou zeggen, op naar de 2000. En ik zou het heel erg leuk vinden als je me daarbij wil helpen. Tot de volgende video. Doeg! Hij is heerlijk warm. Hij heeft een lekker bondje om de nek. En ik vond hem gewoon heel erg tof.